Welkom in de Kunsthal en welkom bij het project Kijk ze kijken. Wat we vandaag eigenlijk met jullie willen doen is dat we jullie mee willen nemen in de allereerste pilotversie van het project. Een ontmoeting tussen twee doelgroepen die elkaar niet vaak tegenkomen en die ook als doelgroep zelf niet vaak in het museum komen. Die nodigen we uit. We organiseren alle randvoorwaarden zodat een bezoek van deze toch wel specifieke doelgroepen goed en gestructureerd kan verlopen. En vervolgens scheppen we eigenlijk een vrije ruimte in front of een kunstwerk waar een aantal dingen gebeuren. Dat is ook kijken naar de kunst, erover spreken zodat er ook waarde eigenlijk in ontstaat. En deelnemers die gaan ook daarbij tekenen. Die tekeningen die verzamelen we eigenlijk allemaal in het Kunsthallab, dat is onze educatieve ruimte. En op basis daarvan maken we eigenlijk een hele collage, zogezegd, van al die momenten, al die ontmoetingen die hebben plaatsgevonden. Dus we hebben nu gekozen voor de doelgroep het speciaal onderwijs en ouderen. Ik zou het heel boeiend vinden als daar ook nog meerdere doelgroepen in beeld gaan komen, voor wie dit ook heel interessant kan zijn. Iedereen die een ingang zou willen geven tot kunst, zou hier in kunnen deelnemen. Waar we eigenlijk heel erg naartoe willen is dat kunst toch een communicatieve waarde heeft en toch een aura heeft wat boeiend is voor iedereen om te kijken. We gaan puur kijken met de kunst.